van harte welkom, meneer Breeveld. U heeft het ook allemaal gevolgd en u houdt zich, of uw organisatie, houdt zich juist specifiek met dit soort gevallen bezig. Wat ging er in u om toen u het allemaal hoorde? Ja, ik vind het een schokkende aangelegenheid wat zich heeft voltrokken. En het is schrijnend omdat het te vaak voorkomt. Iedere mensenleven die te betreuren valt bij dit soort situaties is er één te veel. We zouden absoluut meer op elkaar moeten letten als samenleving, denk ik. Maar tegelijkertijd ook moeten doen wat we kunnen doen vanuit de instellingen die er al zijn. En ik ben daar heel erg voorstander van. Maar het is sowieso een droevige aangelegenheid. Ik heb de beide families mogen horen via uw nationale zender of onze nationale zender. En daardoor krijg je ook een helder beeld. Ik ben blij dat zij ook in de publiciteit zijn gekomen. Ook om allerlei onnodige jugujugus en allerlei sausjes die men toevoegt aan het geheel eruit te halen. We moeten als Surinamers wat dat betreft veel meer empathie tonen, veel meer meelevend zijn. En niet zo snel zijn met allerlei felle uitspraken, negatieve dingen, waarbij ook mensen beschadigd raken die er indirect erbij verbonden zijn. En dus wat dat betreft is dat ook een les wat we als samenleving mogen leren. Ja, een van de punten die heel veel naar voren is gekomen de afgelopen tijd is, wat is er mis met onze mannen? Ik denk dat er door de afgelopen ontwikkelingen in de afgelopen tijd wij gezien hebben dat er bijzondere aandacht voor mannen nodig is. We hebben gezien de jongens die de school vroegtijdig verlaten. We hebben gezien de jongens in de gevangenis en mannen veelal. We hebben gezien afwezigheid van vaders. Sorry hoor mevrouw Eyck. Ja. Afwezigheid van vaders in de gezinnen. We merken gewoon dat het de rol van de man versterking nodig heeft. En dan gaat het vooral ook van binnenuit. Hè? Hoe ga je om met jezelf? Hoe ga je om met je emoties? Hoe ga je om met je toekomst? Wat voor keuzen maak je? Hoe ga je om met je relaties? Dat is van enorm groot belang. En als Mamitmang hebben we dit opgepakt sinds 1999. En we hebben gezien dat het wel zoden aan de dijk zet. Alleen nog niet in die mate dat het veel verder een effect heeft op een groter geheel. Natuurlijk, mensen weten ervan. Er komen mensen voor counseling, voor coaching. We begeleiden mannen, we hebben mannenkampen, we hebben counseling, we hebben coaching. Er zijn momenten waarbij we onderwerpen behandelen. We hebben webinars die we organiseren, nu sinds COVID ook. En op die manier proberen we mannen te helpen, te versterken. Maar ook niet alleen die mannen, maar ook de mannen in hun relatie tot hun vrouw, hun partner. Omdat dat ook van belang is. Wanneer partnerrelaties niet gevoed worden, niet ondersteund worden, niet de juiste begeleiding krijgen, de aanvullende begeleiding, dan zal je merken dat dit soort zaken zich blijven herhalen. Dus er is wat dat betreft heel veel werk aan de winkel. En ik denk dat steeds meer mannen openstaan hoor, voor begeleiding of betrokkenheid bij hun gezin, et cetera. Kijk, toen wij begonnen in 1999, waren er nauwelijks mannen die naar een consultatiebureau gingen met hun vrouw en hun kind. Weet je? En nu zie je het wel, hè, steeds meer. Hè? En dus we moeten de positieve kant ook neerzetten. Waarbij we zeggen van, hey, de betrokkenheid zien we, maar we zijn er lang nog niet. Er is nog zoveel werk te doen. En vanuit Mamitmang proberen we ons best te doen. We hebben net ook een project ingediend bij Australian Fund. En dat project gaat om online hulpverlening. Het gaat om dat mannen in situaties kunnen bellen en een gesprek kunnen hebben met andere guys. Om in ieder geval te voorkomen preventieve werking en begeleiding eventueel aan te bieden. Dat project is ingediend. We hopen dat het goedgekeurd wordt. En als het niet goedgekeurd wordt, nou, dan moeten we gewoon de middelen gaan zoeken hier in Suriname zelf. Om het te kunnen realiseren. Want dit wat nu recentelijk gebeurd is, dat bevestigt nog eens hoe belangrijk het is dat dit plaatsvindt. Ja, wat we hebben gemerkt, we hebben voorgesprek gehad en daar hebben we het dus ook over gehad, dat wanneer zulke gevallen zich voordoen, dat op dat moment de discussies losbreken. Iedereen wil voor alles doen en meestal na de begrafenis, dan wordt het weer stil. Ja, en dat is jammer, want dat zou niet mogen. De bedoeling is dat we preventief moeten werken. We moeten vooraf aan de slag en kijken wat we kunnen doen. Want anders is het een nakaru bier, faya toch? Weet dat kan niet? No, alles maar erigeri, etaki.
Maar dan Tasan Kourubaka, dan gaan we weer normaal verder. En dat kan niet. En daarom is het belangrijk om te kijken naar wat is duurzaam. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat deze zaken gebeuren? En ik verwijs in dit verband heel graag naar een rapport. Wat is samengesteld op initiatief van de Nationale Assemblée in mei 2018. Dat wil zeggen 3 jaar geleden. Het is door mevrouw Julia ter Borg samengesteld. Althans, zij heeft dat onderzoek geleid. Ze is socioloog, een bekende socioloog. In samenwerking met het Institute of Graduate Studies en de UNICEF is dat rapport verschenen. En ik moet ook natuurlijk de naam noemen van de vorige voorzitter van het parlement, mevrouw Geerling Simons, die een hele belangrijke rol vervulde om dit met name op papier te krijgen, het onderzocht te hebben. Mm-hmm. En dat rapport heeft te maken met geweld tegen kinderen in Suriname en er was ook een scholierenonderzoek erbij. En daarin worden een aantal aanbevelingen gedaan. En het is op het internet hoor, dus iedereen kan het volgen, kan het checken. De ministers, de parlementariërs. En ik wil de parlementariërs vooral ook oproepen om dat echt te doen. Omdat zij de mogelijkheid hebben via hun positie om met name dit te highlighten. Zij zijn vaak voor de microfoon, zij komen in vergaderingen, in de pers. Het is belangrijk dat die kijken naar iets wat we zelf tot stand hebben gebracht, namelijk dat rapport. En in dat rapport worden onder andere aanbevelingen gedaan door bijvoorbeeld formele instelling van een interministeriële raad kinderbescherming. En dan in navolging van mapping kinderbeschermingssysteem. Er wordt voorgesteld om de meldpunt kinderbescherming, om dat ook echt te activeren. U weet, er zijn 3 meldpunten geweest, hè, wat door mevrouw Van Dijk Silos als minister van Justitie toen in het leven is geroepen. Heel goed initiatief. Alleen, we willen weten wat er nu gebeurt. Weet je, hoe gaat het met de naleving in Koroni, in Apura en op Latour? 3 meldpunten voor bij kindermishandeling of kinderbescherming. En ik denk dat die dingen zonder meer versterking nodig hebben. We zouden moeten starten met de opzetten van onafhankelijk Nationaal Instituut Kinderbescherming. Er wordt gepraat over ontwikkeling en uitvoering van ouderprogramma's. Ouders moeten geholpen worden. Er wordt gepraat over gerichte versterking van ouders in geweldloze opvoeding van kinderen. Dat zijn allemaal praktische, concrete dingen. De versterking van de maatschappelijke dienst van de politie. Allemaal instituten. Dat is dus zeg maar van de kant van de overheid. En natuurlijk bewustwording. Er zijn meer dingen die genoemd worden, maar dit zijn de highlights die ik eruit leg. Maar daarnaast zijn er ook natuurlijk bestaande organisaties zoals Mamitmang, waar mensen worden begeleid, gecounseld, gecoacht. Maar ook Stichting Rumas, die heeft een afdeling gezinscoaching. Dus if in de sofijn moest go om naar het ching, go naar Rumas, go naar Mamitmang. Takinang is maar, dus mij heb je. Voel sabi fire. Want opvoeden is een vak apart. En het vraagt veel meer van ons. En het leven staat onder druk. Iedereen werkt, iedereen is buitenshuis, mensen hebben weinig tijd. Hoeveel tijd heb je dan om de dingen goed te doen? Dus je komt in allerlei cirkels terecht waar je niet in terecht wil komen, omdat vaak de tijd ontbreekt en gewoon de kennis en de kunde ontbreekt. Ik denk dat het belangrijk is om dat op te pakken. En laten we niet vergeten dat ten aanzien hiervan mannen een belangrijke rol kunnen spelen. En ik roep ook mannen op, ook via dit programma, van hey, ko te compressie, ko doe zo moest doen, want we hebben een rol te vervullen. Het heeft geen zin om mannen eigenlijk weg te zetten. Ik heb dat te vaak gehoord de afgelopen tijd. Hè. Zo zijn alle mannen. En mannen zijn dit en mannen zijn dat. En weet je, we hebben een sterke ontwikkeling gehad van het feminisme, van de genderbeweging, et cetera. En dat is goed, want ja, vrouwen hebben hun positie ontwikkeld. Hè. We zijn blij als er een Kamala Harris in Amerika vicepresident wordt. Tegelijkertijd zeggen we, we moeten het kind niet met het badwater weggooien. En dus de mannen ergens een soort marginale plek geven. Laten we ze niet marginaliseren, maar laten we mannen juist als partners meenemen. Dat heeft de Verenigde Naties ook gedaan. Ik ben naar een conferentie geweest in Amerika, waarin onder andere gepraat is geworden de role of men and boys in achieving gender equality. Hoe kunnen we de gelijkwaardigheid in het hele proces van gender op de juiste manier neerzetten? Ik denk dat dat het moet zijn. Want ik las ook dat iemand erover had, of tenminste iemand sprak erover, vooral in Engeland kwam je dat tegen, die situaties van vaders die hun kinderen niet mogen zien. Vrouwen die zeggen, namibching, in een komoro enzovoort. Dat soort van dingen zijn gewoon aardsgevaarlijke dingen, want het stimuleert tot gekke dingen. Ja. Het triggert mannen juist om domme dingen te doen. En dat is niet wat we willen. Maar in dat onderzoek in Engeland heeft iemand toen gezegd van, want je weet, die vaders gaan dan soms naar het paleis klimmen, op daken, allerlei soort dingen als Batman staan om aandacht te trekken voor het feit dat ze hun kinderen niet mogen zien. Dat soort van dingen.
En iemand heeft gezegd, ja, eens door al die ontwikkelingen en het accent wat men gelegd heeft de afgelopen tijd, zijn mannen emotioneel gecastreerd. Nou, dat is een manier van praten, maar tegelijkertijd geeft dat aan dat de emotie die bij mannen leeft veel beter onder woorden gebracht moet worden. En daar moet je leren, daar moet je advies in hebben, daar moet je begeleiding in hebben, daar moet je met andere mannen over praten. Zodat je niet alleen over voetbal en politiek, et cetera, uitgebreid je verhaal kan vertellen, maar ook gewoon over sa do you. Weet je, veel mannen als je ze vraagt, Fawaka, hey, bisschen van je sari, jongens, dan zo, broko broko samsa. No mi boom, mi boom, no mi boom, mi boom. Want de man mag niet huilen. Een man mag niet huilen. We dekken af wat er in ons is. Terwijl wat het is, if asan emoro yu taki, isabi toch sukwansma. Er is altijd een hulp nodig. Ik heb gisteren met iemand gepraat die ook in relatieproblemen zat. En die zei, nou, ik heb mijn moeder als een geweldige buddy ervaren in die fase. En ik heb met mijn moeder goed kunnen doorpraten. Als je nou je moeder is, of een broer, of een vriend, of wat dan ook, takkie. En die moeder die heeft geholpen. Want uiteindelijk is die relatie niet verder gegaan. Er is een kind ertussen. Maar het is mooi om te zien dat er nieuwe relaties zijn ontstaan. En het kind dat ertussen is, op een uitstekende manier wordt begeleid door die ouders aan beide kanten. Ja. En de relatie gaat door. Mensen kunnen praten met elkaar. Dus ik denk dat het zin heeft om elkaar voor rotte vis uit te maken in dit soort situaties. Het is belangrijk om te kijken waar zijn die verbindende factoren. Omdat die hele samenleving polariseert. Mannen gaan staan tegenover vrouwen, vrouwen gaan staan tegenover mannen. The good and the bad en ga zo maar door. Maar we gaan niet voor polarisatie, wij gaan voor verbinding. Wij gaan voor herstel, wij gaan voor hoe kunnen we partnerrelaties op een goede manier invulling geven. En het lijkt me van groot belang dat zowel mannen en vrouwen daaraan moeten werken. Als we dat niet doen, als we niet naar die verenigende kracht gaan, dan blijven we eigenlijk alsmaar elkaar zien als potentiële negatieve krachten, terwijl dat niet de bedoeling kan zijn. Dat houden we vast. Ik wil je alvast heel hartelijk bedanken, want we willen straks ook mevrouw Patricia Etnel, DNA-lid van de NPS, horen. Heel hartelijk bedankt voor uw insteek, meneer Breeveld. Hij is de voorzitter van Mang Niet Mang. En we praten dus eigenlijk over wat er nu zou moeten gebeuren. De discussies die gaande zijn na het dramatisch gebeuren waarmee we afgelopen maandag als samenleving mee werden geconfronteerd.